Als het gaat om je moeder, je kind misschien, of jij zelf die niet goed kan overleven, om het feit dat jij geen geld hebt en de staat geeft jou geen kans om dat wel te bewijzen, zou ik ook voor het criminele leven kiezen. In hoeverre denk jij na over de keuzes die je maakt? En sta je stil bij de gevolgen die dat met zich meebrengt? Vandaag gaan we het met een groepje mensen hebben over de keuzes die we maken. En waarom heb je die eigenlijk gemaakt? We stellen verschillende vragen waarop je kunt antwoorden ja of nee. En vanuit daar gaan we samen in discussie. Heb je ooit geen geld gehad om te eten? Hoe loste je dat op? Het is meer dan de thuissituatie. Ik ben alleen met mijn moeder, dus dan dat zij het niet kon opbrengen eigenlijk om geld binnen te halen of wat dan ook. Ja, hoe je dat oplost, toch familie zoeken om je heen die je dan geld wil geven of wat dan ook. En anders denk in oplossingen, dus dan doen met wat je hebt in huis. Ja, je kan gewoon niet alles eten wat je wilt. Ik heb veel nieuwe dingen ontdekt ook qua, je toch? Ja, goedkoop koken, je toch? Ik zeg je eerlijk. Ja, toch? Ik wil doen hoor. Okay. Heb je ooit bij stilgestaan dat jij nooit zelf in de ja-kant hebt hoeven staan? Ik heb er eigenlijk nooit over bij stilgestaan. Ik heb wel een keer dat ik minder geld heb. Maar ik heb nog nooit gehad dat ik echt geen geld heb. Dat ik echt niet naar de supermarkt kan gaan om iets te eten. Nee, en daar denk je dan ook niet over na. Ik heb er altijd gewoon avondeten, ontbijt, dingen met de school gehad en zo. Maar er was wel soms niet genoeg, bijvoorbeeld dat we het bij familie moesten vragen of ze wat hadden. Dus het is niet dat ik geen eten had of zo. Stel als het een dag. Dat je gewoon een dag, weet je, dat je kijkt in de kast, je ziet, je hebt echt weinig. Je hebt misschien 2 of 3 kinderen. Je weet, misschien stel je maar 1 blikje bonen, een handjevol rijst en dan moet je over 4 mensen verdelen. Vind ik echt heel heftig. Ja man, ik voel je man. Jij ook ja? Ik moet eerlijk zeggen dat het me verbaasde dat er zoveel aan die kant staan. Waarom? Ja, ik weet niet. Omdat ik denk dat omdat in mijn leven zo was, dat ik verwacht dat het misschien ook in andere mensen leven zo zou zijn. Ik had echt verwacht dat heel veel wel hier zouden staan en zouden zeggen, ja man, heb ik ook wel een keer gehad. Ik heb ook wel een keer een dag niet gegeten of zo of iets. Dus ik dacht, oh ja, maar dat valt dus echt best wel mee. Oh god. Zo. Zeg jij maar lekker eerst. Je moeder kijkt dus, hè? Nou en? Gewoon een pittige. Schulden. Ja, ik kan echt niet zonder seks, sorry. Ja, dan nooit meer seks. Nooit meer seks. Ja, kunnen we deze nu doen misschien? De rest van mijn leven schulden, sowieso. Ja, de rest van mijn leven schulden. Ik vind die emotionele band belangrijker als geld. Ja. Schulden kun je nog oplossen. En daar komt ook nog eens bij, geen seks is geen kinderen. En ik wil kinderen. Ik zou gewoon niet chill seks kunnen hebben, terwijl ik denk aan dit al geldstress. Zeg maar. Ja, maar je hebt altijd denk ik wel een schuld, ook al is het niet uitgedrukt in geld, snap je wat ik bedoel? Mm. Nooit meer seks. Nooit meer. Ik haat het idee dat je altijd schulden hebt. Dan, ja. Ik denk toch wel de rest van mijn leven schulden, man. Ja? Ja. Op een dag is het leven voorbij, dan is het gewoon klaar. Ja, dat is waar. Dan heb je op zijn minst nog seks gehad, weet je. Ja, dat is waar. Nee, dat is wel iets, man. Heb je vertrouwen in een financieel stabiele toekomst? Dit loef ik wel. Ja, even een applausje voor jezelf. Ja. Oké, financieel stabiele toekomst. Ja. Ik heb niks waarop ik dat baseer. Ik heb geen route in mijn hoofd gepland van een stappenplan. Ik denk dat het me gewoon gaat lukken, puur gedreven door hoop. Okay, maar wanneer is dan het moment dat jij bij jezelf denkt, ik ga nu nadenken over de route die ik moet nemen om... Wanneer ik geen geld heb, man. Ja, dan pas word je aan het werk, zet je jezelf aan het werk, zet je jezelf aan het denken. En ook omdat ik heb niet echt een beroep in mijn hoofd van ik ga voor 1 baas werken heel mijn leven. Wat ik doe is, wat ik wil doen, ik maak zeg maar beats en verkoop. Het is zeg maar onstabiel. Ik hoop en gewoon daarom, dat je doorbreekt. Ja, precies. Ik ben eigenlijk benieuwd naar jou, want jij vertelde net eigenlijk dat het geld er nu voor jou bijvoorbeeld nog niet is om te sparen. Toch? Mm-hmm. Ja. Maar toch heb je wel het gevoel van oké, later komt het sowieso goed. Tuurlijk. Zodra ik klaar ben met school, dan ga ik gewoon keihard op zoek naar een baan. En dan
komt het hopelijk wel goed. Ook optimistisch. Denkt iedereen van oké, na mijn studie heb ik sowieso gelijk een baan? Ja. Nee. Ik studeer in de social work, ABO. En er zijn momenteel best wel veel banen worden gecreëerd in de zorg. Maar zeker? Nee, natuurlijk niet. Hij zit niet op school. Maar je staat wel hier. MBO heb ik 2 jaar sporten en bewegen geprobeerd. Maar dat was allemaal iets minder leuk dan dat ze op de open dagen natuurlijk vertellen. Ja. Daar kom ik helaas pas na 2 jaar achter. Ik dacht, ja, wat de fuck moet ik dan wel doen? Ik zou niet weten wat ik wil. Je hebt echt zoveel verschillende opleidingen. En het kan je wel leuk lijken en dan doe je de opleiding, maar dan blijkt het, dat het echt helemaal niks is. Maar is voor jou dan het vertrouwen in een financieel stabiele toekomst dan ook net als hem gebaseerd op hoop? Nee, ik vind meer van waar een wil is een weg. Maar geldt dat voor iedereen? Dat iedereen zoiets heeft van, nee, het komt vanzelf. Nee, natuurlijk niet. Nee. Je denkt geld komt aanwijzen van die boom. Nee man, ik ben niet met dat. Nee. Oké. Maar waar komt jouw vertrouwen dan bijvoorbeeld vandaan? Mijn vertrouwen komt er vandaan doordat ik hard werk. Hard bereid ben hard te werken, doordat ik het uitspreek, doordat ik in mezelf geloof. Dat je een strijder. Ja, dat je geen dingen koopt terwijl je geen geld hebt. Maar dat is wel de samenvatting. Jawel, ja. Op het moment dat je dan zeg maar hard werkt, je verdient je geld, je spaart ernaast. Je koopt geen dingen terwijl je er eigenlijk misschien het geld misschien voor niet voor hebt. Dat is misschien de route naar financieel stabiele toekomst. Ja, kijk. Ik geloof ook in hoop, natuurlijk. Je moet hopen en het ook uitspreken dat je iets gaat krijgen. Want ik geloof erin, dan komt het naar je toe. Maar ja, ik ga niet pas leven op mijn koude hoop. Ik moet er ook voor werken. Wat vind je daarvan? Het komt over, zeg maar, met die uitspraak van mij alsof ik iemand ben die niet de keuzes maakt om echt iets te doen, bereid ben om ervoor te werken en zo. Dat doe ik wel, maar ik heb vaak dat ik soort van in zo'n dip zit van gaat het me lukken of niet, dat en dan besluit ik om dus er wel voor te geloven puur zodat ik harder ga werken, snap je? Ja. Het is een soort mindset met mezelf of zoiets. Dat als ik anders ga stoppen met alles terwijl Ik ga gewoon jezelf motiveren om te blijven precies, door. Precies, en anders zou ik al lang al bij die eerste dip zeggen van ik ga wel van 9 tot 5 werken. Dat herken ik wel man, eerlijk gezegd. Ja. Zo. Heb je je ooit geschaamd voor het feit dat je weinig geld had? Wel, man. Op wat voor moment heb jij je wel eens geschaamd? Nou, ik ga vooral om met mensen die ouder zijn dan ik. Dus je kan niet heel vaak dan iets leuks gaan doen met anderen als hun allemaal ouder zijn. Want dan hebben ze natuurlijk veel meer geld dan ik. Maar wat doe je dan op zo'n moment? Want dan heb je weinig geld en je vrienden die bellen je en die zeggen kom, we gaan weet ik veel, naar de bioscoop en dan gaan we het eten, we gaan uit. En je hebt op dat moment geen geld. Ja, meestal ga ik dan toch gewoon wel. Maar wat doe je die week later dan, als ze het dan weer vragen? Ja, dan gewoon van ja, het kan gewoon niet, het is nu echt op. Heeft een van jullie het wel eens iets gedaan om het te verbloemen? Ja. Wat er bij mij een beetje is, mijn vrienden zijn zo uitgezocht een beetje dat we hebben allemaal momenten dat we geen geld hebben. Mm-hmm. En dan schieten we elkaar voor en dan gunnen we elkaar. Dus het is een beetje een geven en nemen cultuur bij ons. Maar ik moet zeggen dat ik me wel gewoon schaam op het moment dat het bij mij een tijdje slechter gaat. En ze blijven me betalen, weet je. Uiteindelijk wil ik het dan wel goed maken door voor hun weer veel te betalen. Maar dan ben ik weer skeer en dan moeten ze meer voor mij betalen. Dan kom ik in een soort visuele cirkel. Mm-hmm. Waardoor er toch wel wat schaamte in zit, zeg maar. Oké, hoe sta jij erin? Ik schaam me eigenlijk nooit ervoor als ik weinig geld heb. Iedereen heeft wel eens weinig geld. Maakt niks anders aan jou. Je bent nog steeds dezelfde. Je hebt gewoon minder geld. En dat is niet voor altijd, maar gewoon voor een periode. Dus als ik word gevraagd om ergens naartoe te gaan, ik zeg, boys, ik heb geen geld. Ik ga jullie zien, maar niet nu. Kom maar in dit. Wacht even, want ik vind dat best wel makkelijk. Maar stel dat je moeder je belt en zegt, hey, kan je even brood voor me halen? Of kan je even, weet ik veel wat, voor me betalen, mijn energierekening en zo. En je hebt dan, zeg maar, niet het geld ervoor. Is dat dan even makkelijk? Dan is het zeker niet even makkelijk. En dan ga ik ook heel anders tegen situaties aankijken. Het moment dat mijn moeder eronder gaat lijden dat we beide geen geld hebben, stap ik direct anders in het leven eigenlijk. En wat doe je dan? Ja, dan ga ik wel die kant op. Maar wat zou je dan doen als actie, zeg maar? Als actie? Kijk, ik werk gewoon normaal. Maar stel dat het ook niet voor mij is weggelegd of dat ik de kans niet heb om normaal te werken, begrijp ik waarom heel veel mensen dan toch het criminele pad opgaan. Omdat je op dat moment ook even geen andere uitweg hebt. Hoe moeilijk het ook is. Je wil het niet altijd, maar als het gaat om je moeder, je kind misschien, of jij zelf die niet goed kan overleven, om het feit dat jij geld hebt en de staat geeft jou geen kans om dat wel te bewijzen,
zou ik ook voor een criminele leven kiezen.